101 Bars Takeover. We gonna do it. Hey! En Roosmarijn is stiekem in de building. Ze is alle faders aan het checken. En ik wil alle mensen op de sms een shout-out doen. Ik zie jullie allemaal. Ik zie Bolle Beran. Hij zegt, Rotjoch neemt de hele radio over. Ja, tuurlijk doe ik dat, jongen. Beran, je kent me toch al langer dan vandaag. Ik zie Bjorn. Lekker bezig, Rotjoch. Show NL. De goede hip-hop. Tuurlijk doen we dat. En ik ga nog eentje pakken. Hier. Rooks. Shout-out naar Campy, man. En Rotjoch, die runt de scene. Hij is de DJ Khaled in Nederland. Nee, ik ben DJ Rotjoch. Zonder hem was hip-hop nooit zo groot geworden. Rooks uit Meppel. Hé, hey, hoeveel mensen uit Meppel luisteren trouwens vandaag? Ik heb Meppel al een paar keer voorbij zien komen. Ik wil een dikke shout-out doen naar Meppel. Meppel's gangster. We zijn in de tweede uur beland. En we hebben een jonge MC. Een goede artiest. Zijn eerste album of tape, of hoe je het ook wil noemen, kwam direct binnen in de album top 5. Eerste keer dat hij iets dropte en hij komt gewoon in de album top 5 van Nederland. He goes by the name of Yo Silvio. Vaka Rotjo, ga mee maar. Hoe is het? Rustig? Ja, maar goed, man. We zijn er, man. Yo Silvio, ik ga... Ik kom direct hard, zoals ik altijd kom. Broer, de eerste keer dat ik jou hoorde, dacht ik van, hij komt uit Rotterdam, hij komt uit Den Haag, ja, hij komt uit Amsterdam. Ik kom gewoon van hier, van Hilversum, man. Deze je komt uit het Gooi. Man. Het Gooi, man, ja, man. 035, papi. Ja, man. Yo Silvio komt gewoon uit het Gooi en ja, hij brengt de meest harde gangster rap in jaren tijd gewoon. Ja, love. Potverdomme, man. Je bent bij een independent label. Ja, man. Van klasse. Yes. Is VK All Day. Is mede-eigenaar is Esco. Bart en Esco, inderdaad. Esco, beatmaker en Bart. Maar mensen kennen, als ik Bart zeg, dan denken ze van ja, wie is Bart? Waar is die eigenlijk? Hij is hier ook, toch? Is die achtergebleven? Je hebt een album gedropt, Mahasep. Yes, ja, man. En die ging direct naar de top 5 album van Nederland. Ja, ik vond dat zelf lauw, man. Als soort van onbekende jongen uit het Gooi, wat is er allemaal veranderd in die korte tijd in jouw leven? Ja, alles, man. Het hele leven, mijn hele leven is zeg maar veranderd. Ik ben nog steeds wel precies dezelfde jongen die ik was, zeg maar. Ik ben nooit veranderd sinds dat allemaal is gebeurd, zeg maar. Alleen mijn levensstijl is zeg maar wel op een andere manier veranderd inmiddels, weet je. Dat komt gewoon omdat je doet opeens optredens, je bent opeens in de clubs, je bent opeens in de studio en daar verdien je opeens je brood ook. Althans, ik verdien er wel geld mee, zeg maar, weet je. Leuk geld en ik kan er alles mee. Dus je weet toch, je levensstijl is gewoon helemaal anders geworden, man. En ik ben sowieso niet die guy die je de hele tijd op een hoek ziet of ergens of zo, snap je? Ik move altijd in de auto, dus... Wat dat er gaat, je weet toch, ik ben nu nog wel scherper op dat geworden. Je weet toch, ik move gewoon undercover, zeg maar, overal, man. Oké, we zijn nu op 3FM, Joost Silvio. Ah. En ik begrijp precies waar je het over hebt, maar ik denk dat we het daar zo meteen over moeten hebben. Ah. Hoe ziet het leven eruit van een rapper vandaag de dag, anno 2017, in Nederland, die succesvol is? En daar gaan we het zo over hebben. Ah, ja. We gaan eerst luisteren naar Fresco en Mokromaniac met Jules. Ja, en is een pokoe, keiharde pokoe. Ja, man, en hoe? Yes! SBMG met Caribbean. En, ja, man, de 101 Bars Takeover op 3FM! Oh shit, ik zit met Yo Silvio. Yo Silvio, net hadden we kijk, weet je wat het is met 3FM? Ze geven mij een kans om hier te zitten. Ah, joh. Maar ik geef 3FM ook een kans om kennis te maken met de nieuwe generatie. Snap je, sowieso. Man. Want er zijn heel veel jonge kids. Ik durf te wedden dat alle hoge bazen hier, hun jonge kinderen, die kennen Rotjoch en die kennen 101 Bars. En ze kennen Yo Silvio waarschijnlijk ook. Snap je, broer, ja, man. Dus we zijn hier. Shout-out naar jullie kids, man. En het is een win-win situatie.
En dat moet het ook zijn. Maar hiervoor, voor de tracks hadden we het over... hoe ziet het leven van een rapper eruit? Want er zijn veel vooroordelen over rappers. Ja, ze neuken alleen maar groepies. Ze zuipen. Ze maken geld, dit, dat, ze zo. Maar dat is maar goed, als, toch geld maken? Ja, nee, geld moet je maken. Maar Jo Silvio gaat naar een show. Hoe ziet jouw avond eruit? Mijn avond? Meestal is het wel een beetje stressvol, je weet toch. Ik ben altijd met een paar boys. Een paar boys komen een beetje te laat. Dan rijden we die kant op. Dan moeten we ook nog stressen om die voorkant of achterkant te vinden. Maar, oké, nu wil ik even teruggaan op wat je net zei. Dus wanneer rappers te laat komen, vaak komt het niet door de rapper zelf, maar ik zeg door... Je gewoon eerlijk, hè. Zeki, shout-out naar jou. Hè. Ik weet dat je in de auto zit te luisteren. Shout-out naar jou. We komen vaak te laat door mensen. Vaak door andere boys kom je een beetje later. Oké, dus dat is één ding wat we moeten afleren. We moeten jongens met wie we zijn opgegroeid... we moeten ze soms gewoon daar in de kou laten staan... en we moeten gewoon weggaan en we moeten naar de show gaan. Nee. Die jongens moeten gewoon op tijd komen. Ja, als iedereen gewoon op tijd komt, zijn we gewoon allemaal safe. Maar als ze niet op tijd komen, dan we rijden gewoon weg. Maar ik moet wel een shout-out geven voor die plankings die ze doen. Je weet toch, als ze te laat zijn, dan planken ze wel voor ja, me. Ja, maar dan krijg je ook een boete. Die betaal ik niet. Oké, dan zijn we bij de show. Wat gebeurt er? Dan bij de show, dan zijn we backstage. Dan, ik rook meestal een jointje voor mijn ontspanning en voor de gezelligheid. Dus hier en daar ook wel eens een drankje. Meestal niet voordat ik het podium op ga, want ik wil gewoon gefocust zijn. En dan gaan we gewoon rocken. Hold up! Om alle vooroordelen van rappers, gewoon direct te korten. Niet alle rappers smoken wiet. Nee man, zeker zelfs niet. Zelfs Rotjoch, heel veel mensen zeggen vaak in de comments... Rotjoch is stoned, dit, dat, Rotjoch zo. Ook niks. Ik rook al 9 jaar niet meer. Hij rookt niks. Ik heb ooit wel gebloot. Heel Nederland heeft ooit wel gebloot. Maar ik doe dat niet. En nee, man, niet alle rappers. Ik weet, man. Maar Jo Silvio wel, want ik bij Jo Silvio in de kleedkamer kom... dan staat het gewoon meestal blauw. Snap je? Daarom, man. En ik ben ook geen... Je hebt ook kokblokkers. Ik ben ook geen jonkoblokker. Je weet toch? Je en dan ga ik het verhaal voor je afmaken. Dan gaat Jo Silvio het podium op. En dan gaat de crowd kapot. Dat sowieso niet. Kapot. Herres. We hebben onlangs een 101 bars tour gedaan in 5 verschillende steden. En Jo Silvio is volgens mij bij 4 steden aanwezig geweest, als ik het goed heb. En het ging elke keer weer kapot. Ja, man. En dit is wat mensen moeten begrijpen vroeger. En daarom zijn we hier vandaag. Gewoon om de rest van Nederland te introduceren aan de nieuwe hip-hop life. De nieuwe hip-hop life is zo professioneel. De mensen... ze doen hun ding. Soms gaat de rookmelder af. Helle smoke. Maar het is mad professional, man. Yes! De 3FM, 3 voor 12, 101 Bars Takeover. We hebben vandaag de meest classic shit van Campy gehad. We hebben Jo Silvio in de building. Ik wil een shout-out doen naar Roosmarijn. Ze heeft mijn hart te pakken. Mag ik je bellen, Roosmarijn? Mag ik je bellen? Ik ging niks zeggen, Rotjoch. Je bent zo lekker bezig, jongen. 4x3 of de mobiele app van 3FM kun je gebruiken Precies. voor berichten. En ik wil een paar... we zijn met onze mensen. Ik wil een paar shout-outs doen. Een paar mensen die hebben geappt of ge-sms'd. Resus appt. Ik heb voor het laatst een scooter gekocht en mijn vriendje de naam erop geplakt. En wij luisteren nu met z'n tweeën en jullie krijgen de goreten, ik denk de groeten van ons. Resus Vis. Oké. Shout-out naar jou, Resus. Richier zegt, Campy is een baas, hartje. Je hebt gelijk, man. Glenn sms't. Eindelijk hiphop op 3FM. Yeah, broer. We gaan genieten. Hopelijk vaker. Groeten. Ik hoop het ook veel vaker dan dit. Maar we gaan nu bellen. En we hebben iemand aan de lijn. Dus de originator van het Appelsap Festival. En is ook een goede vriend van me. Is Rogier. Hoe gaat yes. het? Hey man. Alles lekker? Cool? Ja, rustig man.
Goed je daar te zien, jongen. Ja, man, is a beautiful thing, man. En te horen, ben je lekker een wijntje aan het drinken? Ook. Maar je kent me al langer dan vandaag. Ja, toch? Schijnbaar. Hey, maar de reden waarom ik je bel, vandaag zijn we vooral heel veel Nederlandse hip-hop aan het draaien, of eigenlijk alleen maar Nederlandse hip-hop op 3FM aan het draaien, ja, tijdens deze takeover. En Appelsap is toch wel een vooraanstaand als het gaat om Nederlandse acts. En ja, jullie, ik weet niet hoeveel man jullie trekken elk jaar, volgens mij 15.000-16.000 of zo. Ja, 15.000 inderdaad, ja. Wat betekent Nederlandse NL hip-hop voor Appelsap? Ja, ik zou niet eens weten hoe Appelsap eruit zou zien zonder Nederlandse hip-hop, man. Ja, fucking veel. Ja, jij speelt daar ook een fucking belangrijke rol in op ons festival, maar ja, daarvoor, ook al voordat we met jou werkten, weet je, we hebben altijd geprobeerd om gewoon, ook toen hip-hop nog niet zo huge was in Nederland, om gewoon, gewoon goede nieuwe dingen daar neer te zetten. En vooral ook nieuwe dingen. En dat, ja, dat doen we niet omdat we met een van de rage meelopen, maar omdat we het gewoon zelf ook heel tof vinden om die nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen, weet je wel. Dus ja, en we zijn Nederlands, dus we heten ook Appelsap, weet je, geen apple juice. Dus Nederlandse hip-hop zal altijd belangrijk zijn voor ons. Maar voor mensen die, zeg maar, nooit naar Nederlandse hip-hop luisteren, waarom zouden zij alsnog een keer naar Appelsap moeten gaan? Ja, want dat is nog een misverstand. Het is natuurlijk niet zo dat Appelsap alleen maar hip-hop. Er is wel veel hip-hop, maar het is niet alleen maar hip-hop. Je kan, ik bedoel, kijk, het is misschien wel, ja, het is moeilijk om het zelf te zeggen, weet je, maar het is misschien wel het gezelligste festival van Nederland en het meest gevarieerd qua mensen die er komen. En je hoeft echt niet, kijk, als je hip-hop niet leuk vindt, dan kun je beter niet naar Appelsap gaan, maar als je ook maar een beetje interesse hebt in goede muziek en in gezelligheid, dan is het gewoon een festival voor iedereen. Maar hoe lang bestaat Appelsap? Dus, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het bestaat 17 jaar dit jaar. Shit, man. Ja, bijna, man, net zo, bijna net zo oud als mij. Ja, toch? Ik weet het, man. Het is crazy, man. Ja, we zijn in 2000 begonnen. Nu doe ik met alsof ik net jong ben, maar goed. Nee, jij bent ook oud. We zijn allebei oud. Maar nou ja, we begonnen toen in 2000 zijn we begonnen, want toen waren we zelf amper 20. En ja, we wilden gewoon een hip-hop feestje geven. En toen zijn we gewoon begonnen. En het is uitgegroeid naar iets zo super diks. Ja, man, we zijn heel trots op. Wanneer is de volgende Appelsap? Het is 12 augustus. We hebben net de datum bekendgemaakt. Zaterdag 12 augustus en de kaartverkoop is al begonnen. Dus mensen kunnen al kaarten gaan kopen, man. Duidelijk, man. Hey, ik en dank jij je wel er voor... ook weer bij, toch? Ja, ik ben er weer bij. Dank je wel voor je tijd sowieso. En ja, fijne avond, man. Sowieso, man. Thanks. Ik zie je snel weer, man. Yeah. Oké, okay, man. Shout-out. Later. We gaan luisteren naar 7 Alias, ADF. Een echte 101 bars tune. Ja, man. Dat was Frenna met KM en Yves. En ik wil een grote power geven naar KM. Free SFB aan Mats. Free SFB. En tot nu toe, tot vandaag, zelfs op social media, ik zie heel veel mensen erover praten. Ik praat er nooit over, omdat ik denk, het is niet mijn business. Maar omdat ik ben wie ik ben en omdat deze mannen toch vaak bij mij lang zijn geweest, ga ik er één keer over praten. Ik vind dit, ja? En ik heb echt, voordat ik mijn oordeel heb geveld, en ik ben niet iemand om te oordeelen. Om te oordelen. Alleen God mag oordelen. Dat is mijn dingen. Maar mijn mening is, we willen helemaal niks slechts toewensen aan niemand gewoon. En ik hoop dat die jongens snel thuiskomen. Ja. Dat is wat ik wens. Frenna, KM, much love. Ik ben met Jo Silvio. Faka. Je bent met een tour bezig. De vieze Maasap tour, samen met Bondi. Samen met Hef. We zijn twee supersmokers, je weet toch dus. Maar hoe is die tour tot stand gekomen? Ik ben pas een jaar actief in het rapveld, om maar zo te zeggen, weet je. En Hef was eigenlijk een van de mannen die bij mij bovenaan het lijstje altijd stond om mee te werken als ik wat met rap zou doen.
En het ging heel raar. Ik begon bovenaan mijn lijstje, zeg maar, gelijk. Hij was gelijk down om met me te werken. En met niet iedere rapper ben je, zeg maar, echt matties, om maar zo te zeggen. En heb je niet die vibe dat je mee, dat je de hele nacht blijft chillen. En ook al maak je geen pokus meer, dat je nog blijft chillen. En dat hebben Bandy en ik gewoon. We zijn echt matties geworden in een korte tijd. En ik denk dat daar die tour ook een beetje uit ontstaan is. Maar we voelen elkaar heel erg aan op onze muziek. We kunnen goed chillen met elkaar. Onze mensen kunnen goed met elkaar opschieten. En jullie zijn al met de tour begonnen. En ja, jullie man. hebben nog een aantal datas. En wat we vandaag gaan doen, we gaan een paar mensen blij maken. Ja man, ja man. We hebben twee keer twee kaarten. Klopt. Om weg te geven, dus je mag plus één, mag je naar een van de tourdata of in Annabel, Rotterdam of in Melkweg, Amsterdam, als yes, ik het goed heb. Klopt. Mag je komen. Enige wat je hoeft te doen is te sms'en naar 3333 of 4x3 en de volgende vraag te beantwoorden. Noem de titel van een track Hef Bondi samen met Joe Silvio. En volgens mij hebben jullie twee tracks samen uit. Drie zelfs. Ja man. Dus als makkelijk, man. Als jij de titel weet van een track van Hef en Joe Silvio samen, dan ga jij naar die Mahasep Tour. Ja toch? Sowieso, we gaan het man. Gewoon doen, man. 3 voor 12, ik ben jullie eeuwig dankbaar. Check het gewoon. 3FM, ik ben jullie ook voor eeuwig dankbaar. Ik wil een contract. Stuur mij ook eentje dan. Boeschans. Ik wil ook boven de balken en de norm. Ik niet hoor. Ik wel. Sorry Roosmarijn, dat moest er even uit. Hey, luister dan mensen, we hebben het gewoon gezellig. Sowieso. Het is laat in de avond. Je hoeft niet altijd serieus te doen. We zijn vandaag met de heel... gewoon heel serieuze hip-hop muziek begonnen. En het wordt een beetje losser. En we hebben nog maar kort te gaan. We gaan naar een track. En die track zegt heel veel over hoe de hiphopwereld denkt. Over Hilversum. En sommige dingen ben ik het gewoon mee eens, man. Ismo. Media. Shout out Ismo. Yes. We gaan kaarten weggeven voor de vieze Mahasep Tour. Van Hef en Joe Silvio. Massa. En als het goed is, hebben we een beller aan de lijn. Ja man, het is Roeks. Het is Roeks, hoe gaat het Roeks? Het gaat lekker man, hoe gaat het met jullie dan? Ja goed man, ik zie je al de hele tijd op die sms man. Je bent aanwezig. Actief, ja man, Roeks. Ik forceer die shit gewoon man. Forceer die shit. Ja man. Gruwelijk man. Much love naar jou dat je gewoon luistert naar wat de fuck wij te zeggen hebben. Ja, wie zijn wij, je weet toch? Dus, ook dikke SO naar jullie man, ik leef het ook man, je weet toch? Love, dankjewel. Love, man. Ja man. We hebben twee opties. En je bent de eerste beller, dus je mag kiezen. 10 februari in Annabel, Rotterdam. Of ja. 15 februari in Melkweg, Amsterdam. Waar wil je naartoe gaan? Doe maar 15e, man. Naar Melkweg, Amsterdam, man. In Amsterdam. Ja. Waar kom je zelf vandaan? Ik kom zelf uit Meppel, man. Meppel is super gangster vandaag, ja, man. Meppel is in de place today. Hey, de eerste volgende keer dat ik naar Meppel ga, ga ik met kogelvrij vest. Maar Meppel is super gangster. Shit. Ja, hey, luister dan, je moet het antwoord geven. Ken jij een van de tracks, Hef en Joe Silvio samen? Kan je de titel noemen? Doe het ja, nu. Man. Nieuwe Euro, Rotation... En Oké, cool. Je bent er maar we moeten nog een beller hebben. Ja, toch. Je hebt er al twee genoemd. Ja, toch. Gang. Hey, strijder. Blijf aan de lijn of heeft hij zijn naam al gegeven? Ja. Hij heeft zijn naam al gegeven. Oké, we zijn ongecensureerd vandaag. 15 februari, ben je erbij in de Melkweg. Bij je staat vieze gewoon op de Mahasep Tour. Je staat op de lijst plus 1, dus neem je... bro mee of neem je vrouwtje mee of doe wat je wil. En het komt allemaal goed, man. Dankjewel voor je belletje. Door, ja, toch. Top. Jullie ook bedankt, man. Tjalas, bro. Tjalas. Sowieso. En zo naar jullie, man. Tof. Roeks. Rustig aan, man. Later. Hebben we nog een beller? Ja, we moeten nog... Hij heeft opgehangen. Oeh. Nee, dan krijgt hij zijn kaartje dan, niet. Broer. Je wil geen kaartje? Ze zeiden het was maar voor één keer, weet je, dus ik doe gewoon wat ik wil vanavond. Snap je, we hebben de straat naar 3FM gebracht, je weet toch, met alle, je weet toch? Shout-out naar de streets, man, en shout-out naar die mannen in Jari, man. Love. Hey, we hebben aan de telefoon Car.
Heb ik het juist? Volgens mij. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Kaan. Vakka Kaan. Kaan. Rustig. Ewa. Ja, toch, Charles, broer. Hoe is het? Goed, man, met jou? Ja, maar rustig, man. 10 februari, Rotterdam, Annabel. De vieze Maasheb Tour, heb je het antwoord? Een track, ja. Hef en Jo Silvio samen. En er zijn al twee antwoorden genoemd, dus je moet die derde track, die moet je noemen. Dat is niet zo moeilijk, toch? Was je bij me? Dat is niet met Hef, man, broertje. Vaak, man. Je hebt het fout, man. Hef, man, broertje. Haal hem weg, haal hem weg, haal hem weg, haal hem weg, haal hem weg. Doei. Hey, you out. You doei, out. Doei, Kaan. You out, Kaan. De volgende beller, wie heb ik aan de lijn? Dave. Vaka, Davey. Rustig. Hey, we gaan het niet nog een keer herhalen. Je weet al wat het is. Heb jij de titel? Welke titel? Van een liedje van Jo Silvio en Hef. Nieuwe Euro. Ah ja, gang. Dat klopt, maar die is al genoemd. Oh ja, er is nog Rotation. Één track. Er is, die is ook, ja, al, die genoemd. Is ook al genoemd. Er is nog eentje, broer. Er is er nog eentje, broer. Van welke? Ja. Hef, waar Hef en Jo Silvio samen op staan. Het is niet, ik ga je een hint geven. Het is niet hun track. Huh? Van in Bongo. Ja, jongen. Ja, toch. Davey, Amimasko. Dankjewel, Dave. Het was niet zo moeilijk. Het was niet zo moeilijk. Heeft hij zijn naam opgegeven? Ik moet even nadenken. Ja. Heb je je naam opgegeven? Nee, nog niet. Ik ben eigenlijk gewoon zomaar om jou een beetje te bellen. Ja, maar dat is cool, Dave. Als ik jouw nummer had, had ik jou ook gebeld, maar ik ga je niet bellen. Hey, luister dan. Blijf alsjeblieft aan de lijn, dan kan je samen met een vriend of een vriendin of wat dan ook, kan je naar Rotterdam 10 februari naar de vieze Maasheb Tour. Je staat op de gastenlijst, maar je moet alleen je naam doorgeven. Ja, het kan gewoon. Oké, man. Blijf even aan de lijn en dankjewel voor het bellen, man. Alsjeblieft. Hey, shout-out naar jou, man, Davey. Ciao, alles. Ciao, man. Ciao. Ja man, Jo Silvio, waarom moeten mensen naar de vieze Maasheb Tour? Omdat het een van de meest turn-up tours is van het hele jaar. Ik ga de hele scene kapot maken dit jaar. Ik ga destroyen. Weet je wat Daesh is? Nee man, wat betekent dat? Daesh is ISIS. Ik word gewoon ISIS in de rap scene. Ik ga de hele rap scene gewoon slachten, martelen. Dat klinkt heel grof. Groftalig gewoon. Je hebt toch geen genade meer met al die rappers en zo. Dus als je dat wil meemaken, kom gewoon naar de vieze Maasheb Tour. Er is veel assie, er is veel weed, er is veel Hennessy. Er zijn veel vieze mensen. Ik denk dat dit de beste pitch ever is voor een tour gewoon. Sowieso, maar kom langs. Dit is de als beste je echt hip-hop wil zien, moet je naar de vieze Maasheb Tour komen, Ammatko. Sowieso. Tjahalas. 100. Rozemarijn? Ja, Rotjo. De hele avond ben je er gewoon bij geweest. Ja. Ik wil je bedanken. Graag gedaan, maar jij ook vooral bedankt. Thank you. Rozemarijn, ik zie op de klok dat we nog 1 minuut en 3 seconden hebben. Ja. Waar gaan we het over hebben? Ja, ik wil één ding zeggen eigenlijk tegen Rozemarijn. Ze is bij deze ook uitgenodigd voor Rotterdam of de Melkweg, waar jij bij wil zijn. Van nou, de vieze ik ga voor Maasheb de Melkweg Tour. Dan hoor, 15 ja, februari. Jij hebt het al een keertje meegemaakt, ja, want ik doe het al steeds. Ja, feest. Wat een echt een ongelofelijke energie zat erin. Ja, grullen. En nu ben ik samen met Bondi, samen met Hef, dus dat is double trouble, snap nou, je? Dat kun je wel zeggen, ja. Let's go. Komt goed. De 101 bar takeover van 3 voor 12 Radio. Godverdomme! Je hebt het gedaan, hoor, Joch. Ben je trots? We hebben het gedaan. Ik ben super blij. Zeg me, wat is de eerstvolgende 101 bar sessie die eraan komt? Nee, we hebben Trio of a Kind, zijn 3 dames. 3 dames, je hoort het dames, goed. Dames, yes! Ja, 3 dames. Ze zingen, ze rappen, ze zijn super tof. En ze zijn alle 3 blond. En super hotties. Oh, wij weten het alweer. I ain't gonna lie. Laatste woorden, Rotjoch. Ik hou van iedereen. Minder haat in Nederland, meer liefde. Westside. Thank you.